We zijn vandaag bij elkaar op de boerderij van de familie De Groot. De boerderij die al eeuwen in de familie is. En het heeft alles te maken met het feit dat wij vandaag weer een feestelijke gebeurtenis hebben in het kader van het 400-jarig bestaan van de Meerpolder. De Zoetermeerse Meerpolder, zoals die officieel heet, is in 1616 drooggemalen. En vandaag laten wij op panelen, een stuk of zes verschillende panelen zien, wat de geschiedenis is van de Meerpolder. Dus van de ontginning van Hoogveen tot en met de drooglegging. Die staan op cruciale plekken in de Meerpolder, zodat ze goed zichtbaar zijn voor wandelaars en fietsers, et cetera. Wat heel leuk is, is dat de oudste bewoner van de Zoetermeerse Meerpolder, die meneer De Groot, die is 85, die is geboren en getogen in de Zoetermeerse Meerpolder. Die is hier vandaag ook aanwezig. En die zal het eerste paneel onthullen. Ik ben Gerard De Groot. Ik ben 11 april 85 jaar geworden en ik heb al die tijd met plezier in de Meerpolder gewoond. Ik ben nu rustend veehouder en ik woon nog steeds met veel plezier in de polder. Ik ga vandaag de maquette van de Meerpolder onthullen. En ik heb het er nooit gedaan, ik hoop dat het lukt. Alle Zoetermeerenaars en mensen in de omgeving, die genieten nog steeds van de polder. De ruimte en het is allemaal natuur en frisse lucht. En dan moet je niet uitvlakken. Dat moet je toch hebben. Vandaag zijn we bij elkaar om een aantal panelen te onthullen. Het zijn er 6 in totaal. En die panelen, zoals u ziet, staan in dit geval langs een fietspad, wandelpaden. Er worden ook routes, bestaande routes, daar wordt op gewezen dat die ook langs die panelen komen. Zodat heel veel mensen kennis kunnen nemen van het feit dat het vandaag, dit jaar, een feestjaar is. Ik heb de Zoetermeerse Meerpolder wel eens eerder een verborgen parel genoemd. Nou, we hebben een fantastische dag en als je rondkijkt hier, dan weet ik dat ik gelijk heb gehad. Het is echt een verborgen parel. We vinden het ook erg leuk dat de oudste inwoner van de Zoetermeerse Meerpolder, dat is een meneer De Groot, en er zijn er ook meer van. U bent echt de oudste, heb ik begrepen. Er is nog wel iemand die ook in april 85 is geworden, maar u bent net iets eerder 85 geworden. Dus we zouden het heel erg leuk vinden. Ik was er net voor. Ja. We zouden het heel erg leuk vinden als u straks het eerste paneel zou willen onthullen. Ik ben Paul Zuidgeest. Ik ben de projectleider voor het project panelen. We hebben 6 panelen geplaatst rond de Zoetermeerse Meerpolder. De eerste, het oudste paneel, dat gaat over de periode 4000 voor Christus tot zo'n 1000 na Christus. Toen was het nog een wildernis hier zo, Hoogveen. Er waren een paar jagers en een paar vissers die hier zo waren. Het tweede paneel gaat meer over de middeleeuwen. Toen werden de eerste sloten gegraven, waardoor er akkertjes ontstonden. De eerste boeren settelden zich hier zo in de omgeving. Het derde paneel gaat over de droogmaking van het meer. De molenrestanten staan er nog, molenstompen. Het vierde paneel, dat is een periode waarbij er heel veel turf gewonnen werd, waardoor het oorspronkelijke meer droog stond.
Maar de omgeving helemaal verwaterde, nat werd. Dus toen was het eigenlijk een eiland in een natte omgeving. Nou, dat werd nog weer een paar eeuwen later werd dat ook weer droog gemalen en werden de weilanden, ontstonden de weilanden. Dat is paneel 5. En het laatste paneel, dat is eigenlijk de meest recente tijd. Dat gaat over de tijd dat Zoetermeer ontstaan is of uitgegroeid is tot een echte stad. De laatste 50 jaar en dat infrastructuur hier werd aangelegd. Nou, die zes panelen die hebben we vandaag onthuld. En die kunt u nu zelf allemaal gaan bewonderen.